Nou, gaat hij dan. Dit is een kleine testopstelling. Een snoertje tussen van de antenne die op de rode en zwarte tetraportofoon in gebruik is. Tenminste, de originele antenne. De meeste amateurs hebben natuurlijk een andere antenne geplaatst. Omdat deze niet geschikt is voor de banden waarop wij zitten. Ik gebruik een frequentieanalyzertje, SWR. Frequentieanalyzertje van Procom. Die loopt van 66 tot 74. Door middel van die knopje zetten we hem aan. En deze jongen die zorgt ervoor dat je op een andere frequentie kan worden gezet. Dus dat gaan we eens eventjes doen. Het is uiteraard geen ideale testomgeving. We zitten niet in een hoogfrequent dichte kooi of iets dergelijks. Dus we zullen het wel zien. En de antenne zit natuurlijk ook niet op de portofoon zelf. En ja, wie ben ik om te zeggen dat het ook nog een keer 50 ohm is. Maar we gaan het wel zien. Het is indicatief, zullen we maar zeggen. Gaat dat goed zo? We kunnen het een beetje zien. Wat dichterbij zetten. Goed, nou gaan we. Zetten we hem aan. Nou, dat is de hoogste frequentie die die zender kan maken in het ding. Langzaam naar beneden toe. Die wordt hier wat beter. Nou, daar kun je duidelijk wat mee doen. Nou, daar worden wij niet gelukkig van. Nee, daar heb je niks aan. Goed, dan gaan we eens verder kijken. Nou, dit stukje doet het weer aardig goed. Nou, kunnen we nog meer? Nee. Houdt het wel op. Met stuiptrekkingen en... Als het een goede antenne is, doet hij in de 2 meter natuurlijk helemaal niks. Kijk, kijk, kijk. Nou, dat was hem dan. Het plastic duckie van de rode en zwarte tetraportofoon.